Hoi iedereen, het is volgens mij vandaag de 11e februari. Ja, en ik ben even naar Kruidvat, Action, Trekpleister en Hema geweest. Dus ik heb even een kleine shoplog voor jullie. Ik heb bij Hema een nieuw notitie boekje gekocht. Het is een felroze en ik vind dat fijn als hij zo'n elastieke band heeft, maar ik vind het ook fijn met de ringband. En deze had alle twee, dus dat vind ik helemaal top. Hij is felroze. En hier zit zo'n, hier ja, zo'n gaatjes ding. Ik weet alleen niet waar het van is. En dat hadden al deze boekjes. Dus ik weet niet of dat een fout is dan, zeg maar, van die. Ja, gewoon lijntjes. En dat is handig met notitieboekje. Maar ik had eerst een ander boekje van Hema. Zo'n Moleskine-achtig boekje. En deze was 1,50. En dan ook bij Trekpleister een L'Oréal micellair water gekocht. Deze wou ik al heel lang. Deze is nu in de aanbieding 50% korting op alle L'Oréal gezichtsverzorging volgens mij. En normaal is deze 6,30 en nu was die dus voor de helft. En ik wou heel lang een micellair water proberen. Ik zag dat Kanye nu ook micellair water had. Maar ik dacht van, weet je wat, ik ga eerst van L'Oréal proberen. Want dat wil ik al heel lang proberen. En ja, ik zag hem meteen staan. Dus ik dacht, oké, meenemen. Ik heb ook besloten dat ik L'Oréal en zo allemaal alleen maar in aanbieding ga kopen. Ik bedoel, er is altijd wel een aanbieding van L'Oréal of Kanye of zo. Dus gezichtsverzorging, weet ik veel. Ik heb ook al een voorraadje. Dus als ik, zeg maar, ja. Oké, dan heb ik bij Kruidvat iets gekocht van Nieuw Essence Shop. De Essence Nail Candies Beautifying Nail Polish 6-in-1. En ik was echt benieuwd wat die 6-in-1 was. Dus ik ga het even voorlezen. Fast Drying. Rich filling, hardening, protecting, a fruity scented with a high gloss finish. Dit is de kleur 07 Marshmallows. Hij is wit zoals je kon zien, maar ik heb hem even geswatcht, want ik was benieuwd naar. Het is gewoon transparant, het zit hier op deze vinger. De andere is een nude kleur van Catrice. ja. Hij is een beetje transparant met een, ja, hij is gewoon transparant eigenlijk. Maar ruikt wel heel lekker. Hey Sammy! En deze was 1,90 euro. Ik zag trouwens wel dat ze echt heel veel leuke nieuwe dingen hadden bij Essence en Catrice. Ik ben echt heel erg benieuwd. Maar ik heb niet veel geld, dus ik moet even rustig aan doen. Dan ging ik bij de Action, kocht ik van die 7-Up Cherry dinges. Ik heb er een rietje in zitten, want dat is cool. Ja, ik vind hem best wel lekker. Hij was iets van 55 cent of zo. En ik kocht kledingrollers. Dit is één kledingroller en dan nog twee extra rollen erbij. Voor iets van 70 cent, 45 cent. Ja, 70 cent. Er zijn ook botjes, 3 botjes voor 1 euro, 95 cent of zo. Dan kocht ik nog oortjes, want op de een of andere gekke manier gaan mijn oortjes iedere keer of raken ze kwijt. Of doen ze ineens als ze, zeg maar, niet op mijn oortje het gewoon niet meer doen. Maar doen ze net of, zeg maar, deze plugding niet zit aangesloten. Dus hoor je het ineens gewoon via mijn gewone geluid. Dat is echt heel raar. Dus ik kocht 2 paar oortjes. 75 cent per oortjes. Gewoon de goedkoopste. Ik kocht nog beanies. Iedereen is wel in de ban van het woord beanie. En ik heb zoiets van, het is gewoon een muts. Ik vond voornamelijk de kleur heel leuk. Ze waren 1 euro per stuk. Deze kleur is echt helemaal geweldig. Ik zal hem even opzetten. Ik vind alleen het hele aspect dat dit helemaal zo... Oh, zie je dat eigenlijk wel? Dat dit helemaal zo moet zitten, vind ik echt super lelijk. Dan lijkt je net een boterplop of een mislukte bakker of zo. En ik vind juist fijn dat hij mijn oren wel warm kan houden. Dus zo, dan steekt het nog wel een beetje uit. Maar ja... Ik weet niet waarom deze muts je oren niet hoort warm te houden. En deze kleur blauw is gewoon awesome. En dan kocht ik eigenlijk voor mama deze geweldige roze muts. Beanie, sorry. Deze roze met print. En mama vindt hem blijkbaar helemaal niet mooi of wel een carnaval of zo. Ik heb geen idee. Ze is er niet blij mee in ieder geval. Ik zal nog eens een keer iets voor meenemen. En ik kocht nog deze muts. En vandaar dat ik nu ook dit vest aan heb. Ik wou even matchen, want deze had ik net op. Gewoon binnen, omdat mijn oma hier was. En ze vond hem leuk. En deze heeft precies hetzelfde printje als dit vest. Ha!
Match. En dat is 1 euro per stuk. En ja. Dat is ook een shop dat viel best wel mee eigenlijk. Maar ja, ik had ook niet veel geld, dus dat scheelt dan weer. Ik wou eigenlijk een babylips kopen, maar ik dacht van hey. Even rustig, Eline. Dat dacht ik echt. En ik weet inmiddels wat ik vergeten ben. Ben ik zenuwachtig vergeten. Maar ja, ik heb binnenkort nog naar Eindhoven. Om even bij de Mediamarkt rond te kijken. En dan zien we nog altijd wel of we dan voor ik zenuwachtig gaan of niet. Ik zeg doei.